We beginnen met het uittekenen van ons elektrisch schema. Dat ziet er als volgt uit. We hebben hier weer verschillende ketens. We hebben twee parallelketens, maar binnen die parallelketen staat ook nog eens een extra weerstand. En dat zal het een stukje moeilijker maken. Dat zal zo meteen blijken. We gaan terug op onze bekende manier te werk. We gaan eerst alle weerstanden herleiden tot één weerstand. En dan kunnen we onze stroomsterkte berekenen. En dan gaan we terug naar de originele toestand met alle weerstanden zoals we ze nu voor ons zien staan. Het heet de zandlopermethode. En in principe kan je zo, zolang de totaalspanning gegeven is, dat is hier 30 volt, kan je zo alles gaan berekenen. Even onze gegevens uitzetten. Weerstand 1 is 6 ohm. Weerstand 2 is 12 ohm. Weerstand 3 is 2 ohm. Weerstand 4 is 1 ohm. En weerstand 5 is ook 1 ohm. Zo. We beginnen eraan. We gaan dus in verschillende stappen van veel weerstanden naar één weerstand gaan. Dit is onze beginsituatie op deze manier. Zo, twee weerstanden hier. En één weerstand bovenaan en twee weerstanden onderaan. Wat het hier iets moeilijker maakt dan de vorige, ik zet er even de getallen bij. Weerstand 1 is 6 ohm. Weerstand 2 is 12 ohm. Ik kan het bijzetten. Weerstand 3 is 2 ohm. Weerstand 4 is 1 ohm. En weerstand 5 is ook 1 ohm. Wat het hier vervelend maakt is dat we dus weerstanden gaan herleiden naar één weerstand op basis van het feit of ze serie of parallel staan. Maar vooral dat we soms meerdere koppels in één keer gaan herleiden tot één weerstand. Want hier zie je al, we kunnen tegelijkertijd deze twee herleiden tot één weerstand, maar ook deze twee herleiden tot één weerstand. Deze staan in parallel, begin, einde, begin, einde, beginnen aan elkaar, eindes aan elkaar. Deze staan in serie, begin, einde, begin, einde. Het begin van de volgende hangt aan het einde van de vorige. Dus we kunnen meteen overgaan naar deze situatie. Weerstand 1, 2. En deze staat nog steeds een stuk in parallel. Bovenaan hebben we nog steeds weerstand 3 van 2 ohm. En onderaan krijgen we nu die ene weerstand, weerstand 4, 5. We gaan even weerstand 1, 2 berekenen. Dat is parallel, dus 1 gedeeld door weerstand 1, 2 is gelijk aan 1 zesde plus 1 twaalfde. Hier staat een weerstand van 6 ohm, een weerstand van 12 ohm. Dat is 2 twaalfden plus 1 twaalfde is 3 twaalfden. Dus als we beiden omdraaien, weerstand 1, 2 is gelijk aan 12 derden, is gelijk aan 4 ohm. Dat is de eerste. Dus die kunnen we hier al schrijven, die is gelijk aan 4 ohm. En anderzijds, deze twee weerstanden, weerstand 4 en weerstand 5, staan gewoon in serie, dus die kunnen we optellen. Weerstand 4, 5 is dus 1 plus 1 is 2 ohm. Dus ook hier kunnen we die reeds schrijven. Ziezo, in de volgende stap gaan we deze twee weerstanden bij elkaar nemen. Die staan nu in parallel, want de beginnen hangen aan elkaar en de eindes hangen aan elkaar. Dus we gaan die even herleiden, dan ziet onze situatie er zo uit. Ik heb hier mijn weerstand 1, 2, die gelijk is aan 4 ohm. En nu hebben we ook hier maar één weerstand meer over, en dat is weerstand 3, 4, 5. We kunnen die in één keer berekenen, weerstand 3, 4, 5, want ik heb hier twee weerstanden van 2 ohm, dus dat is 2 ohm gedeeld door 2.
Dus dat levert een vervangingsweerstand op van 1 ohm. En nu hebben we nog slechts twee weerstanden staan die we gaan samennemen. Deze staan overduidelijk in serie. Het begin van de volgende hangt aan het einde van de vorige. Dus kunnen we die gewoon samenbrengen tot 1 en dezelfde weerstand. Ze staan in serie, dus mijn vervangingsweerstand is gelijk aan weerstand 1, 2 plus weerstand 3, 4, 5. Is dus 4 plus 1 is 5 ohm. Zo. Nu, we zitten dus in deze situatie. 1 weerstand slechts over. Die vervangingsweerstand is 5 ohm en we weten ook dat onze totale spanning gelijk is aan 30 volt. Dus kunnen we hier gaan berekenen. R is U gedeeld door I of I is U gedeeld door R is gelijk aan 30 gedeeld door 5 is 6 ampère. We weten dus dat onze stroomsterkte hier 6 ampère is, of dat onze stroomsterkte hier 6 ampère is. En want dat is allemaal op dezelfde plaats. En dus gaan we straks moeten berekenen, ja, wat gaat die stroomsterkte doen eens ze hier komt. Ze gaat zich opsplitsen, komt hier weer terug samen, dus ook hier gaan we weer 6 ampère hebben. En wat gaat ze doen hier? Hoeveel gaat er naar boven, hoeveel gaat er naar beneden? Maar daarvoor moeten we dus nu starten met terug breed te gaan. We gaan hier van breed naar smal en nu gaan we terug naar breed. Dus telkens ga je gewoon een stapje hoger gaan naar de situatie ervoor. Dat ziet er dus zo uit. Weerstand 1, 2, die gelijk is aan 4 ohm. En weerstand 3, 4, 5, die gelijk is aan 1 ohm. Dus ik splits mijn situatie hier nu op. Situatie 1, situatie 2. Weerstand 1, 2 aan de ene kant, die gelijk is aan 4 ohm. En weerstand 3, 4, 5, die gelijk is aan 1 ohm. Deze staan in serie, begin, einde, begin, einde. Het begin van de volgende hangt aan het einde van de vorige. Dus we moeten ze beschouwen als serie. Wat weten we bij serie? Als hier de stroomsterkte 6 ampère is, gaat ze ook hier overal 6 ampère zijn, want er is geen opsplitsing van onze stroomketen. Dus ik weet, de stroomsterkte 1, 2 is gelijk aan 6 ampère. Ook hier, stroomsterkte 3, 4, 5 is gelijk aan 6 ampère. Hoeven we dus alleen nog maar de spanning te berekenen. R is U op I, als en slechts als. U is R maal I. Hier is dat dus U 1, 2 is gelijk aan R 1, 2 maal I 1, 2. Dat is 4 keer 6 is 24 volt. En hier is mijn spanning 3, 4, 5 gelijk aan weerstand 3, 4, 5 maal stroomsterkte 3, 4, 5 is gelijk aan 1 keer 6 is 6 volt. Ik ga het even uitzetten, dus deze hele blok is 24 volt en deze hele blok is 6 volt. Voorlopig zijn we dus goed bezig, want 24 plus 6 is 30 volt. We gaan nog een stapje breder. We kwamen van deze situatie, dus nu keren we weer terug naar deze situatie. Dat ziet er zo uit. Weerstand 1, 2 is 4 ohm. Daar gaan we in deze stap niets mee doen, want die hebben we net al berekend. We houden ons nu bezig met onze andere situatie hier. We gaan van weerstand 3, 4, 5 naar weerstand 3 en weerstand 4, 5. Weerstand 3 heeft een grootte van 2 ohm
En weerstand 3, 4, 5 heeft een grootte van 2 ohm. Deze laten we dus even met rust, die weerstand 1, 2. Het is die 3, 4, 5 die we gaan opsplitsen. Dat wordt dus weerstand 3 aan de ene kant van 2 ohm. En weerstand 4, 5 van 2 ohm. Deze staan in parallel, want hun beginnen hangen aan elkaar en hun eindes hangen aan elkaar. Dus de opsplitsing hier is parallel. En bij parallel weten we dat als de spanning hierover gelijk was aan 6 volt, dat ook de spanning over de beide delen gaat gelijk zijn aan 6 volt. Dus spanning 3 is 6 volt. We kijken naar het gedeelte erboven. Spanning 4, 5 is ook gelijk aan 6 volt. Het enige wat we nog moeten berekenen is de stroomsterkte. R is U op I. Of I is U op R. I3 is U3 op R3. Is 6 gedeeld door 2 is 3 ampère. En wat hier moet blijken is, aangezien de weerstand even groot is, dus ook weerstand 4,5 is 2 ohm, dus eigenlijk weten we al meteen dat stroomsterkte 4,5 zal gelijk zijn aan 6 gedeeld door 2 en ook hier 3 ampère zal zijn. Dat is hier iets makkelijker te zien. Als we hier 6 ampère hebben en die gaat zich opsplitsen naar boven en naar beneden, ja, beide weerstanden zijn even groot. Dus gaat de stroomsterkte zich automatisch opsplitsen in mooi 2 gelijke delen. Zo, wat hebben we hier dus al compleet? Van onze weerstand 3 hebben we nu alles reeds berekend. Maar we zijn er nog niet, want we moeten nog van weerstand 1, 2 en van weerstand 4, 5 de individuele resultaten hebben. Maar we maken hier al de laatste stap. Weerstand 1, 2 herleiden we nu naar deze stap, weerstand 1 en weerstand 2. Weerstand 1 is gelijk aan 6 ohm. En weerstand 2 is gelijk aan 12 ohm. Hier bovenaan weerstand 3 laten we gewoon staan. Weerstand 3 is 2 ohm. Maar nu kunnen we onderaan de beide weerstanden terugtekenen. Weerstand 4 is 1 ohm en weerstand 5 is ook 1 ohm. Dus ik kan hier weerstand 1, 2 opsplitsen in weerstand 1 en weerstand 2. En ik kan weerstand 4, 5 opsplitsen in weerstand 4 en weerstand 5. Eerst even het ander bijschrijven. Weerstand 1 was 6 ohm. Weerstand 2 was 12 ohm. Weerstand 4 was 1 ohm. Weerstand 5 was 1 ohm. We concentreren ons eerst even op weerstand 1, 2. Van hier naar hier is het duidelijk dat beide parallel staan, want hun beginnen hangen aan elkaar en hun eindes hangen aan elkaar. Dus die staan hier parallel. En bij parallel weten we dat, aangezien de spanning hierover 24 volt is, dat dat net hetzelfde is als de spanning hierover, ook 24 volt. Dus bij parallel blijft de spanning constant. Dus ik weet al, U1 is gelijk aan de spanning erboven, 24 volt. En U2 is ook gelijk aan 24 volt. We hoeven dus alleen nog de stroomsterkte te berekenen. R is U gedeeld door I, als en slechts als. I is U gedeeld door R. I1 is U1 gedeeld door R1. Is 24 gedeeld door 6. Is dus 4 ampère. En we gaan dan ook I2 berekenen. Dat is
U2 gedeeld door R2 is dus 24 gedeeld door 12 is gelijk aan 2 ampère. Dat zie je hier dus mooi gebeuren. We hadden al 6 ampère, 4 ampère gaat naar boven, dus is er maar 2 ampère over om naar beneden te gaan. En dan zie je ook, aangezien de weerstand hier twee keer zo hoog is, 12 ampère, 12 ohm versus 6 ohm, dat de stroomsterkte twee keer zo laag gaat zijn. Want het is voor de stroom twee keer zo moeilijk om door weerstand van 12 te gaan als door een weerstand van 6 te gaan. We hebben dus nu volledig onze weerstand 1 en volledig onze weerstand 2 berekend. Blijft dus enkel nog onze weerstand 4 en weerstand 5. Als we kijken naar de overgang, we gaan dus van deze weerstand 4, 5 naar deze twee weerstanden 4 en 5. Deze staan in serie, want het begin van de volgende hangt aan het einde van de vorige. Dus we spreken hier over een serieschakeling. Wat weten we bij een serieschakeling? Dat de stroomsterkte constant is. Als die hier 3 ampère was, dan zal die hier ook overal 3 ampère zijn. Dus I is een constante. Je kan hier schrijven, I4 is gelijk aan 3 ampère en I5 is ook gelijk aan 3 ampère. Rest ons nog alleen om de spanning te berekenen. R is U gedeeld door I, als en slechts als. U is R maal I, of U4 is gelijk aan R4 keer I4, is gelijk aan 1 keer 3, of de 3 volt. En eigenlijk weten we dus ook meteen hoe groot spanning 5 is, want de weerstand is even groot. Ze staan in serie, dus ik weet ook hier dat mijn U5 3 volt zal zijn. Ook als je dat gewoon berekent. We hebben nu weerstand 4 alles berekend en weerstand 5 ook alles berekend. We gaan die gegevens eens even uitzetten om te controleren. We hebben hier 6 ampère. We berekenen dat er 4 ampère naar boven gaat, dat er 2 ampère naar beneden gaat. Hier komen ze terug samen tot 6 ampère. En hier bij de splitsing, dit is 2 ohm, dit is 2 ohm, dus er gaat 3 ampère naar boven, er gaat 3 ampère naar beneden. En eens je het terug samen, wordt dat terug 6 ampère. Als we kijken naar de spanning, dan hebben we berekend dat over onze verschillende weerstanden 1 en 2 24 volt zich bevindt, dat bovenaan 6 volt is en dat elk van deze weerstanden 3 volt over zich zal dragen. We gaan dat even controleren. Een bepaalde weg, 24 plus 6 is inderdaad 30, of bijvoorbeeld deze, 24 plus 3 is ook 30.